Dan neem ik het denken aan dingen weer van je over. Ja, maar je bent al wakker. Het is daar... What time? 5 uur. 4:44. Oh my gosh. Ja, ik word tussen 4:30 en 4:30 wakker zochtend. Oké. Okay. Ja. Dat is eigenlijk te laat, hè? Want zou eigenlijk een uur eerder wakker moeten zijn als je Dubai-tijd aanhoudt. Ja, zeker. Hoe is middernacht wakker? Ja. Nou, de dag begon goed op zich. En ik heb gewoon van alles gedaan. Kids naar school gebracht. En gewoon gewerkt. En waarom is het donker? En nou, gewoon van alles gedaan. En ook, ik trok het gewoon niet meer. Ik kan mijn armen... Oh, fuck. Ik kan mijn armen serieus niet bewegen. Hè. Ik kan niet mijn arm verder strekken dan dit. Want ik heb zo'n spier... misschien... Kijk, ik kan gewoon niet recht doen. Oh mijn god. Oké, okay, nee. Het doet gewoon echt pijn. Van de spierpijn van die ene les. Van gisteren. Eergisteren. Dus ik moet even rust nemen. En dan ook nog mijn verkoudheid erbovenop. Ik moet wel zeggen, ik vind het fijn dat Remco er niet is. Voor een weekje dan. Want dat geeft je toch ruimte. Weet je, ik vind het fijn hoor met Remco. Maar dan is hij er. En alles wat je dan in je hoofd hebt, dat zeg je dan. Dan praat je of spreek je uit en dan praat je erover. En dat is nu dus niet. Alles ja, moet je dus verzamelen. Zoals dat ene gesprek. Of we bellen elkaar 1 of 2 keer per dag. En dan praat je erover. Maar tegen die tijd heb je er al over nagedacht. Dus dan flap je er niet alles uit. Komt er niet zomaar veel informatie binnen. De kids worden vermaakt. Dus ik heb gewoon geluk wat dat betreft. Dus ik vind het wel lekker dat ja, Remco er af en toe niet is. Dus ja, positief. Is het positief? I don't know. Ik denk dat hij ook wel lekker rust heeft. Zonder mij, hoop ik dan voor hem. Maar ik lig dus in bed. Echt. En ik heb wel veel dingen gedaan wat ik moest doen, maar... Oh. How dare you, Nazreen? Absolutely. Wash your hair with this. How dare you, Nazreen? Excuse me. Wash Maven's hair. Maven needs to be washed, Smiley. It's okay. We gaan haar nog douchen. Andres, Maven, move please. Take over clothes, Smiley. Oh, Andresa. Huh? Andresa, please. So she's naked. Lift your hands up. Lift your hands up. Here. What did you do? Here, on the yellow one. Maybe please put your hand up. Maybe please, I need to change clothes. Wait, Smiley. Yay! Maybe! I was taking a bit long. In the shower? Yeah. I was taking a bit long. But now it's Maven's turn! But all. Kijk. And drive by pin apparaat. Also, as you can see on the graphics, if you want the characters to be seen, this is how it looks like. So, this is the first design. Tomorrow. I'm flying back tomorrow. So, as you wakker wordt zondag, dan ben ik... Kroepoek. Nee. Papa neemt kroepoek mee. Ja, kroepoek. Ik heb kroepoek voor je mee, als je snel wil. Kroepoek. Yes. Yes, yes. Voor? Voor kroepoek. Ja. Yeah. Can I see what on the table? Can I see what on the table? Nee, haar table, her table. Oh, her table, this is it. What, that's mine? How about, is there frozen lava? I don't see frozen lava. There's lava game, yeah. Let me check if the mute is. Zou je zo moeten zijn, hè? Ja, hier is de Floyd's Lava, ligt op de grond. Waar? Let me check. Hier, Floyd's Lava, look. Can you bring that? Nee, maar dat is voor nieuwe huis. Nee.
Dat moeten we daar toch houden. Dat is voor Nederland. Als we in Nederland zijn, dan speel je Floyd Slapa. Oh, it's not working. It's not working. Let's go. Murphy, Maven en Mali. Oh, yeah. What? Break. What is that? I break it. What did you break? Oh, god. Is there... This was sharp. Oh, that's okay. Come, Murphy. We're gonna buy new. Let's go to the store. The store, we can buy a new one of this. We can buy a new legging. Come, let's go. It's my favorite, and that one broke. Is it your favorite? Yeah, and that one broke. Let's go, maybe you. Wacht, man. Eerst Maven. Ik ga groot met mijn poep. We gaan wel in de store eten, ja? Hele goede morgen. Het is alweer zaterdag. Gisteren niks gefilmd, omdat ik daar gewoon echt gewoon behoefte niet had. Ik voelde me deze week zo lui en zo gefaald en zo omdat gewoon niks lukte. Ken je wel dat gevoel waarschijnlijk? Dat je van alles van plan bent, maar echt niks lukt. Ik ga nu met de kids naar de winkel. Dit is echt de eerste keer dat ik echt helemaal alleen met drie kinderen iets doe. En ja, dat is verwend, want ik heb tot nu toe altijd hulp. Of mijn moeder is er, of mijn tante was er. Maar vandaag ben ik dus de hele dag alleen met de kids. Alle drie. En ik heb ze vanochtend klaargemaakt, wakker geworden. Wat ik op zich, moet ik zeggen, het is gewoon heel... Het was lekker te... Ja, hoe zeg je dat? Lekker te doen, wat ik zeg, leuk, goed te doen. Maar het was ook lekker om met ze te zijn. Ik heb wijsnavel. Wijs? Wat is wijsnavel? Ik heb wijsnavel. Daar is twafel. Oké, dan ga ik het even dan pakken. En dan gaan we kopen. Oh, dan gaan we daarna nog iets kopen. Nee, maar het was gewoon... Ja, heerlijk relaxed. En gewoon, ik kon genieten van mijn kids. En dan moet ik wel erbij zeggen... Ja, man, even wachten. Echt werk kan je dan niet doen, want daar had ik wel rekening mee gehad. Oh, dat ligt hier. Even rest. Murphy, je bent een disappointed. Kijk. Maar dan moet je wel lief zijn, hè? What's gonna happen is ik ben niet. Als je niet lief bent, dan krijg je geen rijstwafels. Dus dan moet je het lief vragen. Wil je het nog hebben of niet? Nee. Oké, dan vraag maar netjes. Mag ik rijstwafels? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Maar het was gewoon even genieten vanochtend. Maar ik kon geen werk doen. Daar komt het op neer. Hier, je mag er 5. Mali, wil je ook? Mali. Maar dan gaan we nu eventjes naar winkel. Even met ze naar buiten. Even gewoon even aanpakken, Mali. Even gewoon frisse lucht, frisse neus halen. Het is wel grappig. Ik las laatst een comment van iemand die zei van... jullie wonen in Dubai, lekker weer, de hele dag zon. Maar ik zie jullie weinig buiten. En dat klopt ook wel. Alles is hier binnen, in een mall. Want binnen is airco. Sowieso, als Afrikaans
oudste zijnde, zeg maar, ben je heel weinig buiten. Dat vermijd je echt als ik weet niet wat. Ik heb echt een hekel om aan de hele dag in de zon zitten. Daar kan ik echt niet tegen. Dus ja, ik ben altijd binnen. Remco zou wel het liefst de hele dag buiten zijn, maar toch doe je dat niet zo snel. Omdat binnen gewoon een goede temperatuur is. En ja, ik ben graag binnen. Ja, dat zou ik niet moeten doen. Ik heb jullie heel vaak gezegd, we gaan out and about zijn. En toch, ja, nog niet echt goed gelukt. Ik ga het toch nog een keer proberen. Wat meer ja, Dubai leven te leven, zeg maar. Maar goed, eerst even met de kids even weg. En ik wilde vanavond, of kan ook morgen, even nog een stukje vertellen over... Want iemand vroeg daarna in de comments. Hoe ik... hoe het nu gaat, hè, met mijn gastric bypass. Het is bijna 3 jaar geleden, 15 maart, 3 jaar geleden, tijdens de corona, heb ik het laten doen. Het is nu 2 maart vandaag. Dus dan vind ik dat wel een mooi moment om daar even op terug te kijken. Want iemand, diegene zei ook van, oh, je blijft zo mooi slank. Ik begin mijn twijfels te krijgen. Of ja, niet twijfels, maar hoe zeg je dat? Gewoon... mijn onzekerheden, zal ik maar zeggen. Dat de oude gewoontes terugkomen. En ik heb er gewoon moeite mee om dat... ja. Om daarmee om te gaan af en toe. En je raakt ook in paniek bij iedere kilo die erbij komt. Of weer afgaat. Dus ja, het is heel moeilijk om daarmee te leven. Let's go. Go!
terug is. Papa! I'm back and I'm papa! Very happy to be back, guys. Heb je ons gemist? Ja, I miss my family. Heb jij papa gemist? Ja! Ja! Meven, heb jij papa gemist? Ar, ar. Ja, ar, ar. Ja, hoe ik is heb het heel erg gemist. Om weer heel terug te zijn. Papa. Ja, heel fijn. Ja? Ja. Ja. Ik was heel blij. Een hele vrolijke terugreis gehad. Omdat je dan in het vliegtuig stapt en weet dat je weer naar je vrouw en kinderen gaat. Dat is heel fijn. Ja. En uiteraard heeft ze weer van alles meegenomen. Ik dacht, ik ga er geen shoplog van maken. Toen ik alles laat zien. We zijn binnenkort in Nederland, gaan we vast weer van alles bestellen. En dan laat ik weer een ouderwets shoplogje zien, zeg maar. Maar wat ik wel heb, ik heb overigens voor mezelf niet zo heel veel gekocht. Met deze sandalen. Ze zijn zo lelijk dat het leuk is. Die gouden... Een beetje stijl, een beetje Arabische stijl. Arabische stijl, ja. Ja, het heeft wel wat, ja. Nou, en mijn crocs. Ja. Mijn crocs met hakken, die heb ik overigens niet gefilmd. Omdat ze toch te klein waren en dus teruggaan, dacht ik, wat is het nut om mijn tante te filmen? Maar ik had ze wel op mijn Insta-stories geplaatst om te vragen aan mensen wat ze ervan vonden. En de meesten zeiden, doe maar weg. Ja, maar de crocs worden per definitie lelijk gevonden, zijn ze ook. Ja, maar het waren crocs met hakken, dus ja, dan hadden ze gewoon... misschien kan ik het wel laten zien. Hé, hey, maar zet even dat rest erin, waar we naartoe moeten. Okay, ik ga even zoeken naar die schoenen. Het is echt... Kijk, dit zijn ze. Ze zijn zo lelijk ook, dat het wel grappig is. En de kids hebben ook crocs, dus ik dacht, nou leuk, dan doe ik daar ook allemaal meuk aan de voorkant. Weet je wel, van die bengeltjes. Met hartjes en zo. Ja, maar ze vallen net iets te klein. Dus ik ga in Nederland, ga ik het omruilen voor maat groter. Ga ik gewoon dragen. Maar goed. Ja, maar jij kunt dat ook hebben, hè? Ja, ik kan het stijl voor wel afstijlen, zeg maar. Leggings erbij en zo, dan staat dat heel goed. Nee, maar we gaan nu even dat huis waar ik eerder deze week ben gaan kijken. Remco wilde hem ook zien. Ja. We gaan daar heel even snel langs, daarna gewoon even naar de winkel en gewoon chillen. Ik heb ook verder niks bijzonders aan. Gewoon chill kleding. Ja, staat daar wat goed wat jij hebt. Ja, ik weet het, stijlen. Ja, alleen die spijkerbroek van vorige week, dat goed. Dan wil ik niet stijlen blijkbaar. Ja, je zou een spijkerbroek heel mooi kunnen stijlen. Dan moet je een goede spijkerbroek kopen, niet zo'n no-no spijkerbroek. Gewoon een Levi's, 501, zou jij fantastisch staan. 501, nog type erbij ook. Ja, ik weet niet eens wat het is. Dat zit strak onder billen. Dat is mooi. Oh, daar gaat het om. Ja, dat gaat er strak onder billen. Remco is echt een billenman geworden. Ik ben een billenman, ja. Ja, specifiek jouw billen, niet algemene billen, jouw billen. Ja, ik heb je verder niet naar billen zien kijken of zo. Nee, tenzij het echt heel overdreven is, dat je denkt, wauw. Ja, dan zie je de billen, dat zie je wel eens. Ja, ja. Dan kijk je niet naar de billen, maar meer naar wat er voorbij komt. Maar ja, true. Ik ben wel een fan van jouw billen. Daar lig ik dan. Daar lig je dan. Sexy, hè? Oh mijn god, als je in het donker filmt, dan kan je blijkbaar niet helder filmen. Wordt het beeld niet helder. Beetje mysterieus, beetje vaag. Kijk, mysterieus wazig. Spannend. Nou, fijn dat je jezelf zo identificeert. Ja. Mysterieus wazig. Mysterieus wazig. Maar ja, het is alweer zondag. Wat ik nog zou doen, is... ik zei dat ik zou een verhaaltje vertellen over hoe het nu gaat met mijn gastric bypass. Nu, 3 jaar later. Het is 3 jaar. Oké. Okay. 15 maart. Dat is 3 jaar geleden. Ja. Maar het is eigenlijk best wel, ja, daar valt niet zoveel te zeggen. Mensen zeggen, of iemand zei, je blijft zo slank. Maar zo voel ik me helemaal niet. Ik heb me nog een lange tijd, laat ik zo zeggen, niet zo dik gevoeld als nu. Mijn buik, kijk dan. Kijk mijn buik, wat ik hier lig. Dan komt u de diastase. Ja, dat zal wel. Ja. Maar het is lang geleden dat ik mij zo heb gevoeld. Nee, dat. Ja, dat zeg ik toch. Waarom zou ik iets zeggen wat ik niet meen? Je zegt ook wat dingen die je niet meen. Dan vraag ik, meen je dat? Weet je dit echt? Want ik vind het namelijk onzin. Zie ik er nog steeds slank uit? Ja, ik vind het namelijk niet. Weet je wat het is? Toen ik 10 kilo lichter was voor de zwangerschap, was ik zo mager. Toen was je mager, ja. Dat mijn hele beeld vertekend is. Vandaag had ik een jurkje aan van maat M. En die mouwen werden te krap. Toen dacht ik, oh mijn god. Nee, dat is niet oh mijn god, want dit is mooi. Dit wordt weer wat strakker. En toen je zo mager was, toen hing ook alles.
Ja, nu hangt ook alles. Nee, maar dit wordt... Kijk, je bent nu een beetje aan het trainen en dat ga je bij jou altijd heel snel zien. En je billen ook is veel mooier, dat weet je, billen. Die zijn veel ronder dan toen je zo mager was. Dus ik vind het fantastisch. Je benen worden heel wat strakker door het sporten en zo. Dat is hartstikke mooi, man. Ja, maar alles is zo vol. Voor 10 kilo is het heel veel. Niet vol, het is gewoon rond. Mijn beeld is gewoon vertekend, dat is wat ik wil zeggen. Ja, dat klopt. Dit is ook niet meer zo diep. Je hoeft toch ook niet? Die botten die staken eruit, man. Ja. Dat is mooi, man, zo. Nou, dit... Je wordt een beetje tevreden hoe mensen zitten. Schat. Kijk. En dit is nog veel te zien. Ja, ik weet niet. Ik zeg alleen mijn beeld is vertekend. Ik vind mezelf nu niet slank meer. Je bent slank, je bent niet mager meer. Dat wel. Je was mager. Dus je moet maar een beetje die woorden anders gaan gebruiken. Dus je bent slank en je bent mooi. Kijk, mijn kaaklijn is ook niet meer zo strak. Oh. Zie je dat? Ja, wat? Oh. Voor mij. Je had een ingevallen bek, zal ik het dan zo zeggen? Wat? Je had een ingevallen bek, had je toen je zo mager was. Echt waar? Nee. Je wist ook dat je dus naar een bepaald punt gaat afzakken. En ja, maar schat, ik vertel je waar ik mee zit, hè? Ja, maar dat is psychisch onzin. Psychisch, je zou toch zo'n psychische onzin is dat? Je zou toch zo'n back-on-track-traject ingaan? Ja, ik heb niks meer gehoord met nee, dat. Nee, hebben geen mensen natuurlijk in het ziekenhuis. Back-on-track. Het is overigens waar, hè? Want bijvoorbeeld in West, OVG West, stoppen ze met bevallingen. Ze hebben geen mensen meer. Waar ik bevallen ben? Ja, doen ze niet meer. Gaan ze de hele afdeling op? Ja, want ze hebben geen mensen meer daarvoor. Dat klopt ook wel, want alle personeel toen werden we kwam uit Oost. Maar ja. Het probleem daarvan is dat Oost vol zit, dus je hebt een hele lange wachtreis nu. Ja, dus ik kan niet meer in OVG bevallen, eigenlijk? Nee, dat kan niet meer. Ja, in Oost. En mensen, als je kijkt, OVG West, ik vond het echt heel goed. Oost ook? Ja, is echt top. De bevallingen daar, de kraamzorg in Nederland is gewoon... Maar dan stoppen ze daar gewoon mee. Dus Maven is een van de laatste baby's die dat weer... Zij is uniek, ja. Ja. Is als je, weet je, jaren geleden de maagverkleining in Slotervaart deed. Ja. Iedereen ging toen naar Slotervaart. Ja. In Amsterdam. En dat was dan niet opgedoekt. Ja, het gebouw staat er nog wel, het is geen ziekenhuis meer. Wat is het dan? Ja, flex office zeker? Nee, flex, ja, nee, dat is ook niet meer populair. Ik weet niet wat ze ermee doen. Maar, nee, ik weet niet. Ik voel me daar gewoon, ik voel me gewoon anders. Ik voel me dikker, ook omdat mijn buik hangt. Zo voelt het tenminste. Ik pas niet meer in S. M is soms ook al een beetje krap. Zo voelt het. Voor 10 kilo vind ik dat heel veel verschil. Oké. Okay. Ik voel me ook voller. Mijn armen zijn best wel dik nu. Misschien is het mijn beeld. Is het in mijn hoofd, tussen mijn oren. Maar nog. Ja. Ik heb het gevoel dat ik gewoon echt weer straks... Ik voel me eigenlijk zo'n soort 90 plus kilo, zeg maar. Terwijl ik 85 weeg. Ja, maar dat was het. Even voor jouw informatie en voor jullie informatie... We hadden van tevoren bedacht, hè, voordat ze aan de operatie begon, dat tussen de 90 en de 100 euro, tussen 90 en de 100 kilo, het mooiste gewicht is voor haar. Want toen jij in de afvalfase zat, toen, of net na die operatie, toen ging het heel snel naar beneden en toen was je 105. Dat vond je echt fantastisch eruit zien, net boven de 100 kilo. Had je een fantastisch mooi figuur, echt heel mooi. En toen is het verder gezakt, nog steeds mooi, maar als je voorkeur moet uitspreken... Dan denk ik dat het inderdaad ergens tussen de 90 en de 105 zit. Dat is een hele brede marge. Ja, nogal, ja. ik hou het graag bij 85 als je niet wil. Niet leuk, wat is het? Ik vind het fantastisch. Er zit weer iets, een beetje vlees op hier en daar. Ik hou ervan. Kun je iets vaster pakken en zo. Dat moet, maar het is fantastisch. Ik vind je fantastisch eruit zien. Als je dat zelf nou ook even gaat denken, schat, dan komt dat goed. Oké, dan moet het dus wel mooi zijn. Dus de camera maar even uit. Ik zorg er even voor dat jij jezelf heel goed eruit ziet. Nee, maar ik ben dus weer terug in Dubai. Dat weten we. We hebben al 5 minuten door dat je terug in Dubai bent. Ja, maar dit is niet mijn meest galante positie trouwens. Hè. Zo met zo'n onderkin zo. Maar goed. En nu gaat hij omhoog kijken. Ja, ga ik omhoog kijken, ja. Ik ben nog steeds verkouden, dat is wel vervelend. Ja, ik ook. Het was in Nederland, ben ik van de week geweest. En ik heb in Nederland brood gegeten. We hadden toch laatst gezegd dat je geen dingen mist uit Nederland. Dan zei ik al brood. En dat is echt waar, want dat brood in Nederland is zo lekker. Ja, hier is het niet zo nee, lekker. Nee, man, daar hebben ze echt gewoon... Gewoon witte tijgerbrood met oud Amsterdam en met hagelslag en met kipworst en zo. Dat is echt lekker. Dus ik heb veel brood gegeten in de week. En kroketten en zo. Dobbelman, dus als je kroket. Iets mist, is het brood? Dobbelman. Van Dobben is dat, ja. Ja, brood is wel iets wat je mist in Nederland. Dat hebben ze hier gewoon echt niet lekker. En dat is gewoon heel erg lekker in Nederland. Dat heb ik dus gedaan. En ik ben nu weer terug. En ik ben heel blij dat ik weer terug ben, want ik heb jullie heel erg gemist, mijn familie. En het is heel fijn dat je dan ook weer uitkijkt om terug te reizen. Dat je weer naar je familie kunt waar je gewoon heel blij mee bent. Om deze mensen weer te zien. Waaronder jij, de eentje. Je bent heel zacht en heel snel.
Maar dan komt dat ik heel erg moeite heb om mijzelf verstaanbaar te maken in verband met mijn ernstige verkoudheid als gevolg van de mannengriep die ik nog steeds heb. Maar desalniettemin, ik ben dus heel blij dat ik weer terug ben. Maar we gaan over een x-aantal weken gaan we weer, hè? Maar dan met de hele familie. Dat is leuk, de hele familie reizen. Maar, nou dat. Ik heb me op zich wel vermaakt, ik had een drukke week. Ik heb een nuttige week gehad. Maar ik ben blij dat ik weer terug ben. Dat heb ik al gezegd volgens mij. Dus, ja. Dus gaan we nog afsluiten? Iemand zei laat, Remco mag bij jou niet zoveel zeggen. Nee, klopt wel. Nee. En ik hou ik mijn mond en dan zie je wat er dus uitkomt. Ik heb nu een eigen, ik heb mijn eigen kanaal, hè. Dus, ja, ga Remco Koerman, daar zie je veel van dezelfde opmerkingen. Maar daar heb ik alle tijd om te praten, dat doe ik dus ook. Dus kijk daar maar dan, hè. Laat ik het hierbij nu vooral. Want deze vrouw wil de camera uitdoen. Nee. Dag, lieve mensen, dag. Ja, strak. Strakke afsluiting. Zeker, op verzoek. Heb je dat geoefend in Nederland? Nee, schat. Het zit gewoon naturally in mij. Wanneer mag ik jouw video's afsluiten dan? Nee, ik zit nog een beetje in de start-up phase. Als ik... Nou, over enige tijd. Laat me eerst nou, mooi. Ik kijk er dan naar uit.